Oh my god. Nou, dit is het makkelijkste ever, denk ik. Ja, 1 en 2. Maar hoe blijft deze vast? Ja, precies dat. Ja! Yes! Welkom bij de vlog van Enzo Knol. Enzo Knol. Ben hier met mijn maatjes en we maken lol. Maatje. Weet niet of jij dat ook verstond. Wat? Dat was Benny op de achtergrond. Elke dag weer een nieuwe show. En lachen ga jij sowieso. Ja, sowieso. 4 uur, ik kom nooit te laat. Ik zorg wel dat die op YouTube staat. Super tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Enzo Knol, ik ben hier samen met Miron en ik ben hier samen met Thijsie. Wat zeg jij? Waarom zeg je Miron? Jij heet toch Miron? Ja. Wat ga je nou raar doen? Waarom ben jij met Miron, alsjeblieft. Don't worry, be happy. Oh. En weet je wat ik heb? Smullen maar! En wat heb jij? En weet ik al, de day keeps the doctor away. Wow, mooi geëngelst weer. Helemaal nice. Ik heb lekker een sesam met kip en... of helemaal geen kip. Er zit helemaal geen kip op. Ik heb geen kip. Ik heb wel pesto met mozzarella en tomaat en een blaadje. Pijnboompitjes. Helemaal nice. Wat zeg je nou? Pijnboompitjes. Pijnboompit. Pijnboompit. En dan? Liggend kun je schijten, maar het is beter als je zit. Wow, dat is echt of niet? Hoe ze dan ook zo doet. Pijnboompit. Pijnboompit. Liggend kun je schijten, maar het is beter als je zit. Dat is zo. Is dat hem echt? Ja. Er zit een code hierop. Als ik mijn broodje wil eten, dan moeten we die code eventjes hardop zeggen. En volgens mij moet Thijs dat zeggen. Sesam, open nu! Wow! Wow. Holy shit! Hey, thanks, die bro. Werkt altijd. Die werkt gewoon altijd, hè? Damn. Nice. Wij gaan iets heel erg leuks doen. Wij gaan naar een groothandel. En een groothandel betekent dat je daar spullen kan inkopen voor je bedrijf. En dat is bijvoorbeeld, stel voor je hebt een patatzaak. Dan kan je daar allemaal plastic bakjes inkopen waar de patat in zit. Of je hebt bijvoorbeeld mayo nodig of mayonaise, hoe je het wil noemen. Curry, ketchup. Dan kan je hele grote potten curry en ketchup halen. Maar ook echt dikke bakken mayo, hè. Gewoon 2 liter bakken en zo. Van die emmers, weet je wel. Maar stel voor je hebt een snoepwinkel. Of je wil gewoon snoepjes, lollies weggeven bij elke klant die langskomt bij je restaurant of iets, of je hotel of wat dan ook. Dan kan je daar ook gewoon echt voor 10.000 lollies in 1 bak kan je kopen. Ja, wat nog meer? Gewoon heel veel met eten, drinken, maar ook andere handelswaren. En daar gaan wij even kijken. We hebben een pasje aangevraagd vanochtend. En met dat pasje op mijn bedrijf Knolpower, kunnen wij daar eens even gaan shoppen. Kunnen we kijken wat er allemaal te halen is. We hoeven geen afspraak te maken. We kunnen gewoon langsrijden. Dus dat is wat we gaan doen. En dan gaan we even kijken wat er allemaal te halen is. Ik ben heel erg benieuwd. Ik denk dat het wel heel erg leuk wordt. Dus dat staat er in ieder geval op de planning voor nu. Ja, dat heb ik godverdomme mooi uitgelegd, jongen. Ja, dat is mooi, jongen. Mooi, jongen. En ik heb nog... Niet wel goed dat ik kan, hè? Wat zeg je nou weer? Ik stond ook niks van. Wat zeg je nou? Ik zei... Pijnboompip, pijnboompip. Ik kan rollen in de scheid met beters. Er zijn meer van die dingen. Ik ga het wel even opzoeken. Want het is van Jochem Meijer, toch? Nou, ik oh nee, ken of Bert Visser. Ik ken Jochem Meijer. Je hebt ook, maar ik weet niet hoe die afgaat. Dus daar zeg ik een hele lompe. Maar er eentje begint in ieder geval met hangbuikzwijn. Hangbuikzwijn. Ja, ik ken. Ja, weet je, ik weet niet hoe je hem af moet maken. Maar misschien is dat wel een hele lompe. Ja, nee, hangbuikzwijn, dat is wel eentje. Hangbuikzwijn. Zoek die eens op internet. Hangbuikzwijn. Ik heb nog iets heel erg vets wat gaat komen bij de drop van Knolpower 16 april. Dus dat is aankomende vrijdag om 12 uur. En dat zijn namelijk de gloednieuwe Knolpower bandjes. Kijk, de 50-50 Knolpower bandjes. Ik heb hem hier om. Ja, ja. Aan de ene kant zwart, aan de andere kant blauw. Dat is het idee van 50-50 natuurlijk. Dus deze die komt vrijdag 16 april om 12 uur. Samen met de 50-50 collectie zoals de trui, de t-shirt en de muursticker, de deurorganizer, de deurhanger en nog wat andere spulletjes. Ook de Knolpower ballonnen. Volgens mij heeft Marjan het ondertussen gevonden. Het is niet Jochem Meijer. Nee, het is ook niet Bert Visser. Wat is dat? Het is Hans Steeuw. Het is Hans Steeuw. Maar wat is die van hangbuikzwijn? Hangbuikzwijn, hangbuikzwijn. Huppel op vakantie, maar zijn auto is te klein. Ah, dat is hem. Een pijnboompit hadden we dus al. En je hebt... Hele lompe. Roerbak-ei, roerbak-ei, heroïne dealen op een kinderboerderij. Ik kan echt niet. Goed. Maanzaadbrood, maanzaadbrood. Harry heeft pianoles en Sylvia is dood.
Wat? Ik weet het ook niet. Hinkstap, nee. Dronk. Hinkstap. Nee, moet je echt niet doen. Goed, we laten het hier bij. Eentje. Oh. Oh nee, nog twee. Al vleesklier. Maandagavond doe ik vermicelli in mijn bier. Oké. Okay. Kan wel, hè? En de laatste? Nee, ik kan ook niet. Kan ook niet? Oké, dan laat ja, het deze. Optelsom. Vrouwen lastigvallen met een lege vissenkom. Laten wij er ook eentje verzinnen dan. Oké. Okay. Myron, sluit me af. Het is allemaal te erg. Nee, nog eentje. Het is te heftig. Blokfluitles. Debbie amputeert de eigen borsten met een mes. Myron. Sowieso is Hans Steeuwe echt van die grove grap. Ja, hij is ook een hele harde humor. En ik heb de ergste nog niet eens gezegd. Het is allemaal een grapje, mensen. Maar het kan ook grappig zijn. Het hangt heel erg vanaf de persoon die het zegt of het grappig is of bij niet. Bij mij is het erg. Ja, bij jou is het gewoon echt heftig en erg. Als hij het zegt, kan het wel veel grappiger zijn. Ja, dat klopt. Dat hangt gewoon... Dat is de delivery, hè? Mijn delivery is niet zo goed, maar ik ben ook geen cabaretier. Nee, dat is waar. Nou, laten wij er ook in zitten. Ja. Enzo Knol. Tijdens Pasen eet ik zo een vieze, gore paastel. Kijk, die delivery was ook gewoon uit de maat. Die delivery, als die delivery beter was, dan lagen jullie echt in het stuk. Je hoort zeggen, dan lagen jullie in de deuk, ja. Maar jullie zei, je zei die lagen jullie in de stuk. Waarom moet je mij exposen? Dan lagen jullie even voor de editor. Nee, dat laten we erin. Erin. Ja, we kunnen wel Enzo Knol doen. Ik neem dan meteen een rol. Nou, ik niet. Enzo Knol, stop met paas en paas ei in Myron de hol. Zo ploep. Delivery. Ja, kan ook delivery niet, hè. Nog net niet. Is ook weer kinderachtig, hè, natuurlijk. Ook weer kinderachtig. Oké. Okay. Enzo Knol, maak dagelijks een vlog. Wat een dikke lol. Enzo Knol, elke dag om 4 uur weer dikke lol. Godzo. Ja, dat was best goed, hè. Delivery was wel top. Ja, ik vind delivery was deze keer heel goed, hè. Thaisy trip. Ik heb mooie kleding, maar die van Enzo is niet hip. Nee, die is wel hip. Wel hip, trouwens. Dat zei ik net nog. Bro, mijn outfitje vandaag is uitgekozen door Myron. Je outfit is mooi. Jij bent de beste. Ik vind jou mooi. Thaisy trip. Kan liggend schijten met beter als ze zit. Thaisy trip. Hij is altijd vrolijk en nooit zip. Die gezichten van mij. Oké. Ja, nee, het ziet eruit alsof het gewoon logisch is dat je... dat je deze outfit aan hebt. Maar je hebt echt verzot. Maar het is echt koud buiten gewoon. Vind je het echt koud? Ja, man. Ja, ik niet. Ah! Je sloeg zo hard in mijn buik. Ik heb net gegeten. Mag ik dat goed maken met een buikkriebel? Buikkriebel? Nee, maat. Nee, ik pak jou straks terug. Nee. Knophouw.nl. Oké, is weer goed, ja? Oké, we gaan naar de grote handel. Staat ook iemand binnen, hè? Zo. Bij het koop! Ja? Wat, joh? Niet geloven. Palmboom. Look at all those palmbooms. Hey, allemaal Jeroentjes. Allemaal Jeroentjes. Hey, Jeroen. Met de familie. Jeroen van de Boom. Palmboom. Raak het hek niet aan, want het staat onder stroom. Ga liggen dan. Oh, dit is net zo'n limousinewinkelwagen. Wat? Een limousinewinkelwagen. Let's go to the story. Let's get away. Oh, weet je hoe zwaar dit is? Iemand moet even deze. Zeg maar knophouw.nl, link in de beschrijving. Let's go. Wat ga je doen? Hey, what the fuck? Hey, what the fuck? Myron, hoezo ben jij? Uh-oh. Oh. Okay. Dit is wel heel chaotisch. Moet je moeten lopen. Check dit. Er zit een vering in. Weet je waar de voor is, man? Hoe lekker zitten. Nee, vooral als er zware producten opkomen. Echt? Dan zakt die in. En het is ook heel makkelijk als je gaat afrekenen. Dan doe je dit. Dan schiet ze zo naar de bank, naar de toonbank en dan kan je afrekenen. Bro, je kan bij een groothandel goed worden halen. Mooi, joh. Hè?
Wat de heck? Oh, je kan hier dus echt alles halen. Oh nou, naar mijn idee had je eten en drinken en een paar andere producten. Maar blijkbaar heb je tegenwoordig gewoon alles. Ik zie daar ook gewoon laptops, muizen, wat de heck. Wat? Nou, aangezien we hier nooit komen, is het wel leuk om gewoon een rondje te maken. En gewoon wat dingen te laten zien die we tegenkomen. Ja, precies. En als er mooie dingen zijn, dan noteer ik ze. Let's go. Oh my god. Wow, om te dunken. Wow, yo. Dit is... Wow, gast. Dit is zo leuk. We hebben het eerst al. Oh, yo, yo. Ja, toch? Geniaal. Voor je tuin. Damn. Did you find? Ik wil graag zwarte borden voor het nieuwe huis. Nou, opgelost. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan wil ik die borden. 7. Je overlegt niet met mij, hè? Jij zegt ja. We gaan dat toch zo... Kijk maar, hier mooi. Thijs en ik hebben hier nu iets gevonden. En dit is wel heel vet. En ik denk dat jullie dit wel voorbij hebben zien komen. Al helemaal op TikTok. Dit is echt een hype. Dat is niet normaal. Maar hier hebben we een kleine box. En als we die aandoen, dan zie je dat die zo gaat schijnen. En zelfs al als je naar boven doet, dan zie je dat die daarboven ook gaat schijnen. Zie je dat? Terwijl het gewoon daglicht is. Dus dit ding schijnt wel echt super goed. En dan kan je blijkbaar ook nog wat dingetjes veranderen in kleur en zo. Ja, het ziet er wel heel vet uit hoor. Dat is wel echt geniaal. Dus Thijs die had zoiets van, let's go man. Pak hem. Nee. Lekker, maat. Let's go. Heb jij ook nog iets gekocht? Nee, dat is niet het enige wat ik gekocht heb. Ja, we zijn echt serieus nog maar net, dames en heren. Dit is gewoon de eerste waar we zijn. Dus ik ben benieuwd wat ze nog meer hebben. Hebben we dit niet nodig voor de nieuwe woning? Een huistelefoon. Oh my god. Leuk. Als er iets is wat ik echt al niet meer heb sinds dat ik op mezelf woon, en dat is nu ongeveer bijna 8 jaar, is het een huistelefoon. Ik heb dat nooit gehad sinds dat ik op mezelf woon. Al bijna 8 jaar dus. Ik ben heel erg benieuwd. Laat het even weten. Ik zet 2 reacties nodig hieronder de video. Eentje is like voor als je geen huistelefoon hebt. En de ander is like voor als je een huistelefoon hebt. Ik ben heel erg benieuwd of dat nog een beetje leeft of niet. Volgens mij niet, maar ik ben benieuwd. Check eens wat we hier hebben. Kapoom! Dat is wel geniaal. Dit is de lama van Fortnite. Juist. Die is veel leuker. Zit daar dan echt iets in? Nee, dat moet je zelf vullen. Daar gaan we mensen. We zijn van plan om deze te kopen. Een lama. Ik weet niet wat dit is. Ook een vrouwelijke lama of zo. Geen idee. 2 stokken erbij. Hoppakee. Gaat de goede kant op. Kijk wat we hier hebben. Kijk, een normaal persoon noemt het stoffer en blik. Maar Myron noemt het... Mat, blik en veger. Mat, blik en veger. Nee, Myron die heeft daar duidelijk een andere taal voor geleerd. Mop, blik en vegen. Mot. Mot. Ja. Mot, blik en vegen. Nee, dit, als we zo'n grote mat meenemen, die kunnen we op de rooster leggen. Bij... Aan het begin? Ja. Weet je wat wel altijd lukt? Heb ik al vaker geprobeerd. Mijn bil. Yep. Dat lukt niet met broek. Doe je broek even uit. Duw ze op mijn billen. Deze meenemen dan? Ja, laten we die meenemen. Dat is wel chill, want Malino durft ook niet bij de voordeur naar binnen te gaan. Omdat je al dat rooster hebt, zeg maar. Zo'n trickshot, dat je zo doet en dat die dan zo klopt. Dat kan jij, maatje. Goed. Oké, eerste poging. Damn. Let's go. Hoi, hoi. Nou, we hebben wel wat mooie spulletjes hoor. Hij ziet er goed uit. We zijn op de helft van de winkel, dus... Oh mijn god, bro! Je weet toch dat wij wel eens op baars en snoekbaars vissen? Ja. Check dit is gewoon snoekbaars. En dit is Noorse zalm. Wat? Ja. Kijk wat dit is, een matli wat? Ja. Wow, meestal zie je dit soort shit alleen in het buitenland. Maar dat hebben ze ook in Nederland. Kijk hoe groot deze zijn. Wow, deze is echt groot. Wow, ik heb dit nog nooit zo gezien in Nederland op deze manier. Al die vissen die liggen hier zo. What? Kijk al die kreeftjes hier zo. Ja, hier zit allemaal kreeft in. Op zich, dat vis en zo zie ik overal wel. Maar gewoon de vissen waar ik zelf altijd op vis om hier te zien liggen is raar. Ja, vreemd. Maar kijk, ik hou sowieso niet heel erg veel van vis. Dus ik eet bijna nooit vis. Maar als ik een snoekbaars vang of wat dan ook, dan zet ik hem altijd meteen weer terug. En om dan hier zo te zien liggen is raar. Huh? Ik bedoel, het is logisch. Het is gewoon eten. Het wordt opgegeten. Maar het is wel bizar om gewoon, ja, deze zet ik altijd terug. Waarom heb je die zo vast naast het water? Maak je dan een foto mee? Juist. Nu ligt hij hier in het ijs. En nu ga je er geen foto op maken. Ja, dat is wel gek, ja. Maar deze zijn dik, hè? Deze zalm. Ja, wow. En deze is zo... Deze is heel apart. Deze heb ik echt nog nooit gezien. Doe me echt denken aan zo van die vissen die zo super diep in de oceaan leven. Die je normaal nooit ziet. Juist. Zo'n hoofd. Dat je echt moet duiken, wil je dat zien. Ja. Oh, Marvin die heeft weer wat. Aubergines.
Wat zijn dit? Asperges. Oh, asperges. Aubergine. Heel zelfverzekerd. Aubergine. Ik dacht echt dat ik het wist, mensen. Maar ja, het zijn asperges. Nou, lekker. Het is echt raar. Thijs en ik hebben het erover. Dat je hebt zeg maar alles hier. Maar dat maakt het ook zo raar. Want het ene moment sta je tussen de tv's en stofzuigers en stoffer en blik. En het andere moment sta je in één keer bij de groenteboer. Zo vreemd. Alsof we echt in het buitenland zijn. Ja, man. Dat is het echt. Echt. Je hebt hier alles voor je kan beneden. En dan jij met je korte broek en zo. Dat is koud hier. Dit is echt een typisch drankje wat mij heel erg doet denken aan de voetbaltijden. Want altijd als ik naar voetbal ging en ik was klaar met voetballen. Hoppakee. Oh, even een AA'tje erbij. Deze ga ik meenemen. Dit wil ik graag in de koelkast hebben. Wat heb jij? Jeetje. Oh mijn god. Oh mijn god. Regenbogen. Serieus? Ja. Oké. Nou, dat wordt echt wel een dikke kar hoor mensen dit. Dit is ideaal. Oh mijn god, dit is echt ideaal voor in die piñata. Deze ook. En die ook. Nemen we dit mee? Wow. Ja, we zijn nu bij de afdeling snoepjes. En hier kan je dus niet even één snoepje halen los of één kauwgompje los. Maar je hebt echt meteen een heel pak. En als je ook kijkt, nou, je kan niet een klein zakje nootjes halen. Nee, je hebt dan meteen een partymix noten van 5 kilo. Dit is gewoon een hele bak met noten. Oh mijn god, geniaal. En dit nemen we ook eventjes mee, denk ik. Eén van deze snoepjes. Kijk dan, die zure matten. Oh, kijk hoeveel. Ongelooflijk. Ik weet ook al voor wie ik dit ga meenemen. Ik weet precies een juist iemand die dit zo lekker vindt. Daar ga ik hem mee verrassen. Jij weet het ook, hè? Ja, mag ik het zeggen of niet? Nee, dat is verrassing. Ga ik meenemen. Mensen mogen gokken in de reactie, maar oh, iemand... Ik heb nu al helemaal naar mijn kaken zo gaan. Ik heb dat ook. Ik heb ook wel helemaal zure kaken. Oh, dat voel je dan gewoon. Dat is toch eigenlijk gek dat dat kan. Dat voel je dan gewoon in je kaken al. Oi, oi, oi. Nostalgie. Dit is echt nostalgie, ja. Ik ben een pakketje nostalgie. Dit heet toch Chupa Chup of zo? Ja, ik weet ook niet meer wat die naam is. Alleen ik ken die producten echt. Ja, ik ken de naam niet meer. Maar volgens mij heette dit altijd Chupa Chup of zo, toch? Dan is dit een nep variant of zo. Ik heb geen idee. Nee, weet ik niet. Maar dit ken ik nog, ja. Oh, moet hij daar? Ja, hij gaat er nooit achterin passen. Hé, hey, jij moet hier. Dan moet jij eigenlijk zitten. Daar is op schoot. Kun je niet meer lopen? Oh, maar we zitten er ook. Ja, ik zou het ook anders niet weten. Nee. Zo, ik kan het zo niet mee. Je benen kunnen er wel onderdoor, denk ik hoor. Ja, helemaal goed zo. Juist. Hoppakee. Hey, doei. Hoppa. Laatste plaats. Ik breng de kar wel terug. Ja, haal ik je op, ja. Nou, zit helemaal vol de auto. Holy moly. Ja, man. Hey, meisje. Ja. Hey, niet filmen, niet filmen. Ah, we hebben wel een mooie basketbal set. Ja, man. Gaan we die daar gelijk opzetten? Ja, ik vind het prima. Woo, let's go. Ja, dat wordt wel echt nice. Het is gewoon ook het eerste wat we zagen. En het eerste wat we gewoon zonder naar de prijs te kijken of wat we dan meteen op de kar deden. En ook gelijk de beste aankoop. Zo impulsief ook weer. Nou, daar hou ik van, impulsief. Oh, oh, oh. Ik hou van jou. Oh. Papa, zijn we weer bij de nieuwe woning en het matje wat we gekocht hebben. Hoppa! Nu durft iedereen er overheen te lopen, denk ik. Ja, ik denk dat Luciano vond het niet zo eng, maar Milana die vond het ook wel spannend. Ja, ah, dit is veel beter, hè? Het is niet helemaal de grootte van het Riels, maar... Nee, maar het is in ieder geval beter. Het is groot genoeg. Nee, beter, hè? Beter, hè? Het is tijd, dames en heren, om hier meteen gebruik van te maken. De Pro Basketballs... Oh, wacht, Pro staat er niet voor, maar het is voor ons... Oh, jawel, hoi! Hey, hey, Pro, Pro. Shooting hoops. Hoops. Shooting hop. En wat zeggen we dan? Hoeptie. Hey, vroeger zat ik in groep 3. Mijn luier is van Gucci. Hey. Nu vlog ik elke dag om 4 uur. Hey, en drink ik die smoothie? Die is goed voor je gezondheid. Oh. Mijn is haar verstand kwijt. Maar ze heeft nog steeds een verstandskies. Goed, laat hem uitpakken. Ik heb geen verstandskies meer. Nee, ze heeft geen verstandskies. Nee, maar ook geen verstand. Deze laten trekken. Hier, een kiezelsteen op je. Dan zou ik niet oppassen. Je weet niet wie je voor staat. Dat weet ik wel, want je hebt knolbouwketting om. Ja. Ik ben vast fan van knolbouwen. Nee, ben fan van... Hey, je gooit 6. Je gooit 6. Je hebt 6 gegooid. Hier. Hey, raak me niet aan, man. Hey, ja. Hey. Joost zit er. Je hebt echt dobbelsteen hier. Hoi, je hebt echt 6 maar gegooid. Maar ik had die had 7, hoor. Hey, mooi baardje heb jij 6. Ah, ja. Ik heb een nanasies en een mooie lekker binnen. Hey, maak er een.
Tina wordt tien, Anna wordt tien. I'm in my friend en zo Miri. Ik ben op de fiets en ik voel die ziet. Rook geen anti, rook die wiet. Ben op de plek in een huis op de street. Woon naast Milan, wie wie de wiet. Onderweg naar de twee. Dit ben de tekst, we kwijt, let's go. We beginnen weer opnieuw. Met z'n allen in het huis. Met die bal in de doos. Jij bent ook een doos. Wow, hij is echt gruwelijk. Hé, hey, de bal. Goeie hoor, dat is nee. Echt zo. Ja, tuurlijk. Wat dacht jij dan? Hebben we die? Nee. Nee, kunnen we niet basketballen? Nee, we gaan hem nu opzetten en dan gaan we morgen basketballen. Nee, nee. We gaan vandaag basketballen. Maar dan maken we hem gewoon heel en dan doen we gewoon in de auto, boeien. Ja, ja. Neem hem gewoon mee, doe het thuis gewoon met Kobe. Maar het is wel vet eigenlijk om hier zo vanaf het balkonnetje zo naar beneden te gooien in zo'n hoektie. We hebben helemaal geen bal, dus we kunnen even bij Balino, Balino basketballen. Balino. Hey, Balino, zei dat nee, nee, nee. Dat gaat niet werken, schat. Ja, Milan heeft wel ballenpomp. Ja, denk ik niet. Ja, denk ik wel. Oké, hey, onze nieuwe zeebril. Ja. Ga jij met kak smijten daarin? Dat is gewoon een klok, kijk nou. Oh, dit zijn wel echt sikke onderdelen, jongen. Hoi, yo. Hoi, yo. Yo, echt sick. Nou, dit is het makkelijkste ever, denk ik. Laat maar zien dan. Laat maar zien. Laat maar zien. Kijk, nou. Onderkant. 1 plus 1 is 2. Tweede deel. Andersom, draaien. Nog eentje, nog eentje. Ja, klikken. Klikken, s'il vous plaît. Nee. En zo wat ik eentje. Kijk eens heel goed. Hoi, yo. Dit is dat bord. Dit is het makkelijkste. Nee, deze hoort hier. Kijk. Ja, hier? En die hoort daar gewoon hoor. Ja. Nee. Nee? Nee, nee, nee. Ik denk dat Jeff deze moet. Deze. Ja, dat zei ik net de hele tijd. Oh ja, dit sowieso moet hij zo. En dan zo. Gewoon hard duwen. Nog een beetje. Wordt hij echt zo? Met zoveel moeite? Ik denk hij zit vast. Ja, maar dan moet deze er niet af. Maar dit erop. Ja, die moet erop. En dan de hoogste vorm. Dat is deze. Kijk, klik. En dan doe je deze naar buiten, dat doe jij. Kijk, en dan kan je. Oh nee, het is de hoogste vorm. Ja, want dat willen wij. Klik, één klik. Kijk, klik. 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 En dan deze verzekering. Klik, klak. Kijk, tegen die tak. Wow. Badawe die doe. Oh, wacht even. Ja, is goed. Oké, 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 oké. Duw jij eens? Makkelijk. Nee, het moet toch makkelijk kunnen? Nee, misschien moet je hem neerleggen, dan kan je duwen naar beneden. Ja, één en twee. Vangen, kom, pak je lasso, maar. Twee, één. Nee, dat daar. Zo goed. Nee! Maar het is best makkelijk toch, dit? Maar, hoe blijft deze vast staan? Ja, precies dat. Oh, één iemand moet altijd zo blijven staan. Nee. We hebben toch ook een net? Ja, we hebben een net. Oh ja. Hij is hier. Thijs. Kom maar, joh. Ah. Oh. Oei, joh. Waar zijn de deur? Dat was zo raar. Dat was even de weg kwijt. Kijk. Dit valt er ook uit, hè? Dat moeten we goed in de gaten houden. Ik kan gewoon weten hoe dit er al moet. Maar tot nu toe hebben we het boekje nog niet gelezen, dat is wel knap. Deze moet daar doorheen. Ja. Dit moet door hier. Ja, dus doe het helemaal op. Ah. Daar langs. Ik denk dat die andersom moet. Maar zo kan ook. Zo ja? Oh, hij moet aan deze kant. Ah ja, dit kruipt wel. Kijk, laat ze flapsen. Ja. En dan deze hier vast. Maar ik denk dat die andersom moet. Ja. Die rode moet andersom. Shit. Oh ja, moet andersom. Maar dan moet deze weer eruit. Ik wil de editor even knippen naar het stukje waarin Enzo zei, dit is heel makkelijk. Nou, dit is het makkelijkste ever, denk ik. Laat maar zien dan. Ja, oké. Okay. Ja, de som begint schrijven. Die eruit, omdraaien. Oh, yo. Oh, nee. Gast. Gast. Ach, man. Oh, nee, gast. Ach, man, ik het toch. Jongen. Oké, dus dan moet hij zo. Vaak ben ik te bang. Au. Volgens mij zat hij net ook zo. Au. Hij zat net ook zo. Nee, echt niet. Oké, zet hem maar in elkaar. Deze erbij. Dat hij net. Oh, ik moet hem omdraaien, jongen. Maar waarom luister jij nooit naar mij? Ik heb hem omgedraaid. Nou, pak die paal vast. Hou die paal vast. Ja, ik maak dat bovenste toch los, Amati. Zijkantje voor zijkantje. Ja? Jij die andere trekken. Jij die andere kant trekken. Ja. Goed zo, maatje.
Nee. Nee, de open. Nee. Oh ja, vuil. Ja, hij moet er overheen. Dit indruk, hè? Nee. Buurman. Nee, niet mij belachelijk proberen te maken. Buurman. Oh nee, ik weet het. Ja, je moet hem eruit halen, eroverheen. Eerst deze overheen en dan past die erin. Boeio. Zijn hoofd. En nu deze erin. Juist. Nee. Eet het ding op. Juist. Ja? En nu die schuiven erop. Dat is makkelijk, hè? Ja, echt heel makkelijk. Ik had niet verwacht dat het zo makkelijk zou zijn. Kijk. Nou, in één keer. Papa, er is in één keer. Geen probleem, toch? Netje. Zo, dat doe je goed, zeg. Dankjewel. Ga ik eraan. Goed. Ik heb een handje extra nodig in ze. Het is eigenlijk helemaal niet zo moeilijk. Hey, ze zijn aan het filmen, jongeman. Oké, dan gaan we nu even het water vullen hier zo. Netje zit erin. Wil jij hem eens zelf goed houden? Oh. Ja, dat is moeilijk. Je moet er richten. Hier de satisfier gaat best voor in, volgens mij. Ja, daar verbaas je altijd over. Het helemaal naar boven gaat, hè? Tot de bovenste van de blauwe. Kan die ook niet meer omvallen, hè? Door die zware bal. Nou, schiet leeg. Oh joh, ik moet er gewoon nog een keer vullen. Kijk, en hier heb je nog van die gaten. En die kan je dan vastzetten, denk ik, hè? In de grond. Oh ja. In de grond. Dat is wel ideaal. Nice, ik hoop echt dat Milan pomp heeft. Anders moeten we hem wel meenemen met water in de auto. Nee, dan halen we gewoon een bal thuis of de ballenpomp. Ballenpomp. Dat lukt, hè? Dat lukt. Kijk maar. Er moet meer water in. Soms denk ik van Enzo, kom op, je draagt hem naar die leeftijd. Je weet met jouw inschattingsvermogen van 25-jarige leeftijd dat hij nooit die flik kan maken, maar toch probeert hij het. En dat maakt hem als persoon uniek. En dat maakt hem voor mij een hele goede vriend. Een jongen die grenzen verlegt. Een jongen die geniet met een gieter. En dat moet je hebben. Enzo, ik vind je een topper. En dat mag jij weten. Wat gebeurt hier? Nou, hou ik zo van. Let maar op. Wat die gaat doen. Kijk. Die gieter gaat kapot. Nee. Ja, en kapot. Kijk, dat zei ik dus. Maar de gieter is wel kapot. Nee. Heb je daar bewijs van? Ja, zal ik het even filmen? Nee, dat heb jij geen bewijs van. Hij is helemaal niet kapot. Nee. Hij is nee, gewoon hoor. Een upgrade. Dat is iets anders. En zo. Ja, je doet het toch wel. Hij doet het wel weer, hè? Hij doet het wel weer. Ja. Hij kan maar weer. Let's go. Hey, ik denk als hij nog een keer doet, dat weer lukt. Ik weet niet, op een of andere gekke manier denk ik dat ook. Hey. Goed, breng jij die terug naar Milan, want ik wil die ruzie niet hebben. Die gieter is kapot. Zo door het basketbalnetje. Oh, nee. Die staat. Probeer met die dat die staat. Hoi. Oh gast, wauw, als je hem in de lucht gooit en ik spring zo in. Zo. Oh. Ja! Maar nee, schuur die zijkant eraf. Ja, joh, ben je helemaal nat? Hoezo ben ik nat? Ik heb geen idee. Hoe ben je, joh? Dit is de truc, de barre truc van Renzo Knol en Thijs Trip. Nee. Dat moet er wel zo worden. Ik zat de hele tijd naar die schuren te scannen, maar het lukt dus niet. Daar moet je staan. Ik doe het bij mezelf. Oh. Nou, klaar. Maak hem kapot, Thijs. Maak hem kapot. Maak hem kapot, ja. Kapot, man. Nee!
Dat is toch mooi dat jij hier je geld mee verdient. Wow, Mike! Wat is het? Eventjes! Lopende pak melk. Hey! Dit is toch een Halloween outfit, of wat? Moet ik even kleed. Als Thijs jou nu duwt, dan rij je zo hard onderuit. Okay. Ik heb mijn... Je moet hier mijn gat maken. Ja, ja. Hier? Ja. Oh, hier aan de zijkant, dan kan ik. Ook een mes. Gast. Dan gaan we zo naar Milan. Ik ga zo... Wat viel daar? Oh, mijn pet. Maar die doe ik zo weer op. Thijs! 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 Kijk, mijn pet ligt. Maar dat maakt niet uit, maat. Goed nieuwe challenge. Lekker, of niet dan? Dat heb je eigenlijk gedaan. Niet zo steek, hè? Nee, rustig. Mijn arm zit daar, hè? Ja, nu kan het. Ja, je kan prikken. Nu kan jij wel bij dat gaatje al friemelen. Ik zal even een gaatje. Zo, nu naar beneden. Naar beneden zagen. Ja, en dan naar mijn kant. Ja. Zo ja. Ja. Dat is één. Oké. Zullen we de andere even maken? Hey, je doet niet daar vastzetten. Je legt daar de bal en een flesje water in. Maar we zijn even bezig met iets anders. Oh echt? Flesje water? Zo, mijn pipi. Thanks maatje. Maatje blijft. De laatste plaats. Is die groot? Ja, ja, dat past wel hoor. Oh. Ja, door, door. Oh. Ja, zo is goed. Zo, ik ben meteen besneden. Mijn petje goed doen. Nee, op mijn haar naar achter. Naar de andere kant van mijn haar doe ik altijd. Ja? Nee, ja, is goed. Kom maar. Hey. Dit is een mooi kostuum, hè? Moeten we nog een plaskaartje maken? Nog een plaskaartje maken? Nee. Ja, we zijn live, man. Kom. Yo, live. Welkom bij de livestream. We gaan ballen pompen. Is die pin te groot? Eerder te klein. Je moet hem echt goed doordrukken. Zo, dan weet je. Yes, maat. Hoppa. Hij doet het. Kom maatje. Ja. Ja. Wanneer is hij hard genoeg? Nog een heel klein beetje. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Wow, perfect ouwe. Let's go. Voilà. Oké, komt die Tasi. Eerste shot. Hoi, ook ving hem wel. Goeie. Oh, het is moeilijker dan je denkt hoor. Ik zeg, we gaan deze verplaatsen naar de muur toe. Ja? En als hij dan tegen de muur komt, dan bounce hij terug. Dat is wel echt moeilijk hoor. Het is een klein balletje. Het is natuurlijk geen echte basketbal. Oei joh, dat zijn wel vette trickshots. Maar we zijn geen dude perfect, hè, dus... dat was wel een goede poging, hoor. Maar nogmaals, het is moeilijk. Wow! Het is echt moeilijk, we hebben nog geen één keer geraakt. Doe jij eens maar. Oh, op het dak, oh, oei joh. Dat was een gekke. De wind waait ook best wel hard, dus hij... Oh, tegen de ring. Wow, joh, gek. Oh, joh. Maar hij doet wel dat sprongetje, hè? Oh, nog steeds niemand gescoord. Nee, echt niet. Wow, joh. Dat is echt slecht. Damn. De dunk. Hey. Maar dan blijft hij ook zo lekker erin zitten. Goed vanaf hier, vanaf dit plantje. Even. Vanaf dat plantje? Nou, let's go. Oh, sick! Kom op maat, je hebt 3 pogingen. Hé, hey, check die wind. Jij ziet dat niet, want ik zie dat alleen naar de wind zo. Je moet zeg maar een beetje schuin gooien. Kijk. Oh. Ai, ai, ai. Oh! Oké. Okay. Kobe! Kobe! Oh, nog één poging. Gaat hij het doen of niet? Meneer Knol, here we go. Laatste schot op weg naar de gelijkspel met Miron Koops. Helaas. Dat is echt moeilijk.
Helaas, zo moeilijk is het niet. Dit, we hebben hier een winnaar staan. Laat maar zien hoe je het doet dan maar. Kijk of het geluk was. Het is echt moeilijk hoor, serieus. Het is echt moeilijk. Ja, vanaf daar. Yes. Maar wie heeft er wel meer gevoel voor dan wij? Dat gevoel heb ik ook. Het is eigenlijk helemaal niet moeilijk, maatje. Wow, gas, zo op de rand. Op de rand. Als dat lukt, hè. Ja. Je kort een beetje shots. Ga van het balkon proberen? Ja. Jee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 e
Oh. Wat de? Hoe is jou? Dat kan ook nog met stuit. Oh. Holy moly. Wie zat het dichtst bij tot nu toe? Oh, heel erg. Harder. Woe. Jee. Hammer. Oh, nu erin gooien, nu erin gooien. Ah. Oké, komt ie. Oh. Marmen, come on, please. Throw it! Oh, kom op, harder! Ja, ja, ja. Als je meter deze kant op had geslagen, heb ik hem waarschijnlijk al 3 keer gehad. Ja, wacht. Ja. Oh. Very close. Yo! Wow! Hey, niet meer doen. Die reactie is altijd het leukste. Nog 3 keer en dan iemand anders filmen, want mijn armen zijn kapot. Oei, joh. Ik voel het in mijn schouders. Kobe! Marvin, ga je malen met de laatste poging? Oké, bonuspunten. Ja, Marvin, kom op. Je moet er graag gewoon hebben, jong. Oh! Close. Hoeft daar ook, hè? Go, go, go! Nu nog 4 keer proberen. Dan nog even zo. Jezus, wit. Oh! Bijna! Shoo! Gaat het nog goed komen? Komt-ie. Nee. Marone! Here we go! Doe jij maar, Thijs. Ga jij maar. Yes? Ja, ik weet niet. Ik heb zo'n onderbuikgevoel. Soms heb je dat, hè? Nee, ik kom hem gaan pakken. Nee, nee, ik moest straks poepen. Nou, gooi ik me. Maar ik wens je veel geluk. Ja. Ik zal eerlijk zeggen, het is heel erg aan het kriebelen bij mij. Ik wil super graag naar boven. Maar Thijs die heeft net al 10 minuten gefilmd, dus ik zal het wel even overnemen. Ja, en Thijs is ook wel zo iemand die dit gewoon kan. Dus laten we eens even checken of het gaat lukken. Hey, Myron! Helaas, helaas. Jij hebt de 1000 euro misgegrepen. Oh, dat is 1000 euro. Oeh, ik moet zeggen. Dat was een goede eerste poging, bro. Mooie bal, Myron. Nou, Thijs gooit niet op de basketbalmanier. Nee, doe meteen aan. Hou gewoon moeten doen, je bent handballer geweest. Ja, dat zal wel beter zijn, ja. Oh. Hey, they're pretty close. Kobe. Het kan nog. Oh. Helpt dat? Ja, tuurlijk. Oh, dat scheelde echt niks, ouwe. Wow, yo. Mooi, joh. Als dat wat er was geweest, hé, via de camera. Ik deed gewoon mijn camera zo naar voren. Oh my god. Ja. Oh, dat was zo close. Dat was nog een mooie move erbij ook. Oh. Mario gooit echt ook op zijn handbalmanier. Lekker hoor. Kiertje vanaf hier. Oh. Oké, nog 5 keer. Ja? Anders voor jou, voor 1000 euro. Nog 5 keer dan. Die telt de rest mee. Mooi, joh.
Wow, die was echt nice. Kijk, kom op, row nog 3 keer. Boom! What? Oh my god! Let's go! Lekker, bro! Yes! Eindelijk! Ja, die was ring, die was super clean! Dat was echt super clean. In totaal heeft Thijs 10 minuten gefilmd bij Myron. En ik heb 5 minuten gefilmd bij Thijs. Dus Thijs heeft het echt netjes gedaan. Zoals ik al zei, Thijs is ook zo iemand die dit gewoon doet. 10 minuten bij mij? Nee toch? Ja, bijna 10 minuten bij jou gefilmd. Ja, met alles daarvoor nog. Oh ja. Oh ja, dat was alles daarvoor, ja. Allebei 5 minuten denk ik dan. Hey! Echt nice. Ja, maar dit is dus zo nice aan een tuin hebben, hè. Dan kan je gewoon dit soort gekke dingen... Wow, joh. Dan kan je gewoon dit soort gekke dingetjes doen. Super nice. Hoi, joh. Dit soort gekke dingen doen. Maar nu wil ik het eigenlijk doen. Maar dan vanaf de zolderraam daar. Gas, dat doen we morgen, hè? Nee, ik wil ook vanaf het balkon gooien. Nee, dat gaat niet meer. Camera filmt maar tegen. Het kan zijn, maar als je me wel ingooit, dan kan het niet. Maar als je me niet ingooit, dan kan het wel. Oké. Okay. Okay, dus nou, laten we zien. Succes. Oké. Okay. Succes, maatje. Nee, dankjewel, maatje. Dus. Jawel. Het kan niet dus. Nee, je hebt niet goed geluisterd. Nee. Oh, ze pakt... Je gooit de keihard in zijn buik. Helemaal niet zo. Oh. De eerste keer. Oké. Okay. Ja, nee. Oeh. Mijn arm wordt moe van het gooien. Ja, je mag ook filmen, Myron. Oh. Je was heel close. Oeh. Oh, wow, 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 film niet. Yo? I throw it in my... Wow. Gooi jij mij? Wow! Bijna! Wow, Mario stond er net voor. Ik zag niks. Goed dat hij niet in zat. Bijna. Oh! Ja. Woe! Wel heel dichtbij, hè? Yeah. Dom, uit. Ja. Ik ga niet eens het ja zeggen. Nee. Ja. Oh. Wow, wow, wow. Ik doe mijn stuit zo. Oh, joh. Oh. Myron, morgen spierpijn in haar rechter schouder. Oh. Crazy. Bijna, hè? Oké, komt ie. Je ziet het in zijn blik. Nee, ah. Dit wordt hem, dit wordt hem. Come on. Do-do-do-do. Ja! My man! My man! Let's go! Negen in de chat. Let's go! Woo! I'm on top of the world! Let's go! Ha, let's go! Nu mag ik ook door. Lekker hoor. Ik snap heel goed dat Myron het nu nog een keer wil proberen. Wil proberen. Dus Myron die gaat nu nog een keertje. En ik ben benieuwd. Kom op, Myron. Dat is echt van die vervelende ballen. Dan moet je de hele tijd rennen. Maar Myron, denk eraan. Jij kan dit. Ja. Oh! Oh! Oh, Myron vang! Oh. Ik trapte hem met mijn voet. Oh mijn god. Wow. Wow, die was zo ziek. Die was gewoon ertussendoor. Oh mijn god. Myron, let's go. Heaven! Wat een gast. Precies in de handen. Oké, goed. Zo close, man. Die was echt bijna. Die was echt close. Ja. Die rand. Jongens, let op. Oh, no! Echt niet. Ja, blijf maar gaan. Echt dat klopt, niet. Nummer 4. Echt niet. Ja, nee, serieus. Dat klopt. Blijf maar gooien. Kijk, meen je dit echt? Nee. Ja, ik moest even een grote boodschap doen. Ik heb echt al 5 keer op die rand gegooid. Oké, dit wordt hem dan, mensen. Nee.
Maar deze ring heeft 10 euro. Deze ring gaat zo close op ons, hè? Daarom had je die aubergines nodig. Daarom die asperges. Nu snap ik het. Ja. Met een vegetarische burger? Ja, maar volgens ik dacht dat het een soort van cordon bleu zou zijn. Maar volgens mij zit er letterlijk alleen kaas in. Oh, nou dat is toch ook lekker. En ja. Aardappeltjes. Wie blijft het? Deze kan er ook wel bij. Hoppa. Lekker man. Heerlijk. Geniet toch niet, maatje? Enjoying the food. Yes. Good vibes only. Ah nee, dat wordt wel echt smikkelen. Ik heb wel veel zin in. Zo, dames en heren. Zoals bijna elke avond weer lekker de dag afgesloten op de computer. En ik wil jullie allemaal heel erg bedanken voor het kijken naar deze vlog. Hopelijk hebben jullie genoten. Vergeet dan niet even een duimpje omhoog te doen. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. Check jullie heel erg graag morgen mijn gloednieuwe vlog om 4 uur. En dan zeg ik, zoals altijd, dikke, vette peace. Knol power.